Had hij een rijjasje aan? Ja, dat vraag. Ja, wat was dat inderdaad? Ja, er zijn allemaal dat mensen zal, uit. Zal bij jullie in Oudewater over een jaar of tien ook mode zijn, Johan? Nee, maar ik hoop het niet. Hans, vragen zich mensen af. Mario Wijnert Panning, of je hebt misschien een jasje van Sofia aan had gisteren. Wat, ja, wat was dat dan? Het was een heel mooi jasje van Only for Men. Dat is een heel duur jasje. Dat is een jasje van €695. En dat heb ik met korting. Heb je dat is betaald, het een kogelvrije? Ja? Dat is een kogelvrij jasje. Nou, je staat er trouwens net met Tom Beugelsdijk. In Syrië lopen ze allemaal met die jasjes. Het is een uitstekend jasje. Hey, en die Tommy Beugelsdijk speelde goed. Die speelde goed. Nou ja, die kopte vliegtuig uit de lucht, maar. Jij hebt de warming-up staan kijken van hem. Ja. En dan legt hij ze op de stropdas. Op je stropdas al. Op de stropdas. Hij was aanvoerder. Daarom stond hij ook in één keer naast me. Ja. Ik zeg, wat kom je doen? Hij zegt, ik ben aanvoerder. Ja. Goed, man. Nou, hier Tom Beugelsdijk als aanvoerder. Jij moet je verantwoordelijkheid nemen, want je draagt die aanvoerdersband ook. Nee. Ik draag hem niet anders als normaal. Ja, dat ben ik niet helemaal eens. Je kwam het veld op en je pakte toch sommige jongens even iets meer beet. Ja, dat zou wel kunnen. Ja. Maakt je wel trots, toch? Zeker. Ja, de trainer zei het gewoon in de opstelling. Op het einde Beugel aanvoerder. Nou ja, oké. Okay. Laat je hart dan even over? Ja, je voelt dat wel. Ja. Ik vind dat wel... Echt geweldig. En ja, zeker. Tot slot, waar gaat die aanvoerdersband naartoe? Ja, dat ligt eraan wie er terugkomen natuurlijk. Maar jij hebt je eigen aanvoerdersband. Gaat die in een lijstje boven je bed? Oh, ja, ik heb hem al onder was gedaan, man. Nu is het echt. Ja. Terughalen, joh. Ja, ik ga even met Robbie praten. Wel heel erg gemeend, hè? Dat is wel een enorme clubman. Vind ik altijd wel leuk. Ja. Mooi man. Maar die stond echt in één keer naast me. Ik zei, wat kom je doen? Dan zeg ik, ben aanvoerder. Ja. Ja, ook Betje was niet zo handig van hem, dat hij die even opwachtte en zo. Nou, hij had geluk dat niemand van de arbitrage iets zag. Want dat zijn van die rare, zinloze dingen. Ja, dat is een beetje. Ik vind het ook niet nodig om hem nog alsnog hiervoor te straffen. Het is ook geen poffert op je neus, hè? Mm. Nee. Toch? Nee, hij had er gewoon één goede tekst over. Had hij de goede tekst over? Ja. Rustig! Ja.